Hoe ziet zo'n... Wow! Dat is snel gebouwd. Hoe ziet zo'n foundation eruit? Oeh, dat is echt maar één blokje. Haha, ik heb hem. Parasaur, hoe noemen we die? Even kijken hoor, wat voor naam zullen we daar aan geven? Oh nee, ik heb foundations gemaakt in plaats van ceilings. Oh, wat stom. Hallo en welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van PixArk. Jullie zien hier achter mij Kopstoot, onze Patchy en een wolf die unconscious is. Ik wilde net beginnen met opnemen en toen viel die ons aan. En ik heb Kopstoot een kopstoot laten geven en hij was meteen unconscious. Wat vlees ingestopt en nu is hij aan het temmen. Wat hartstikke fijn is natuurlijk. Iemand die ons een beetje kan beschermen hier in de buurt. Even kijken. Kopstoot, je hoeft mij even niet te volgen. Oeh, name your coyote. We noemen hem Wile E. Wile E Coyote. Even kijken. Wat kan ik met jou? Een zadel. Kan ik het maken? Saddle. Parasaur saddle kan ik leren. Fiomia saddle kan ik leren. Thorny boar nog niet. Raptor angler, triceratops. Heeft hij... Oh, die heeft helemaal geen zadel nodig volgens mij. Die was snel dood. Net mijn eerste coyote. Meteen dood. Ah ja, we moeten alles nog leren. Zo, weer wat leer. En meat erbij. En dan gaan we kijken hoe het is om een huisje te bouwen. Eerst maar eens even een stukje grond plat maken. Ontdoen van gras en bosjes en... Noem maar op. Dat hebben we toch nodig om te bouwen. Denk ik, zomaar. Thatch. Het zal eerst een thatch huisje worden, dus. Waarom niet? Maar onze Patchy heeft ons toch al veel gebracht. Nou, die kan ook weg. Hoppakee. En dan gaan we even kijken. Is dat ook V-craft? Ja, op V kom je dus ook in je crafting pagina. Even kijken. Wat hebben we nodig? Ceilings, foundations. Hoe ziet zo'n... Wow! Dat is snel gebouwd. Hoe ziet zo'n foundation eruit? Oeh, dat is echt maar één blokje. Recht doorheen. Nou, ik probeer hem eigenlijk knock-out te krijgen. Maar dat wilde hij niet. Dus ja, nou ja, dan maar dood. Hoe gaat het eigenlijk? Oeh, je bent al aardig toegetakeld. Je besjes zijn bijna op. Hebben we meer besjes? We hebben nog amarbessen. Zo, die kunnen er ook in. Kunnen we die ook levelen? Ja. Oh, er komt bijna niks bij, joh. Dat schiet lekker op. Maakt niet uit. Waar waren we? Foundation. Eentje is dus één blokje. Dus als je normaal een huisje hebt van... 5 bij 5 moeten we nu dus 10 bij 10 hebben. Ja.
Dan heb ik nog 99. Oeh, dat zijn er behoorlijk wat. 99 foundations heb ik nodig. Kunnen we die maken? Oh, craft al 95. Dat is een idee. En wat gebruik je nou? Thatch en fiber vooral. En fiber is eigenlijk hetgene wat we nu nog missen, denk ik. Gewoon dan gelijk maar even verzamelen. Gebruik dus helemaal geen hout voor die foundations. Wat eigenlijk best wel raar is. Even kijken. Zo, nu hebben we dus een 5x5, eigenlijk wat normaal 5x5 was, nu 10x10. Dan verder, wat hebben we nog meer nodig? Crafts, een deur hebben we natuurlijk nodig. Waar was de deur? Is dit de deur? Nee, ik zie geen deur. Oh, hier. Zullen we twee deuren doen? Voorkant, achterkant. Ja, twee deuren. En dan voor de rest nog een heleboel walls. Even kijken, waar zijn mijn deuren? Dat is wall. Dan heb ik op vier de deuren. Oh, er zit twee breed. Oké. Okay. Aan welke kant wil ik dit? Deze kant, denk ik. Hier. En daar. Hold for more options. Oh, die kun je gewoon oppakken. Unlock. Admin only access. Verder demolish. Oké. Okay. Duidelijk. Ja, close. Dan hebben we nog muren. Oh, wacht even. Die zijn ook een heel blokje. Zo. Even kijken bij die parasauer. Kan ik jou nou optimmen? Level 34. Feed major berry to tame. Ja dus. Oeh, dat duurt wel even voordat die getemd is. Dan kan ik misschien sneller mee harvesten met parasauer. Oeh, you're starving. Kampvuur. Moet ik ook maken. Helemaal vergeten. Hoe kan je dat vergeten? Ja, wat heb ik hier? Apache saddle. Fiomia saddle. Parasaur saddle. Die ga ik ook alvast maken. Dan even kijken. Kampvuur. Waar heb ik hem?
Waar is elkaar? Oh, die staat op mijn hotbar. Daar. Access inventory. Daar moet ik natuurlijk wel wat. Hout moet erin. Light fire. Hoe doe ik dan meat erin? Nee. Oh. Ah. Rechtstreeks hierin craften. Oh. 50 wil ik er. Die gaat nu aan de gang. Hoop ik dat ik niet al te snel doodga. Waar is die parasaur? Want die moet ik nog voeren. Haha, ik heb hem. Parasaur, hoe noemen we die? Even kijken hoor, wat voor naam zullen we daar aan geven? Weet je wat? Die geef ik nog geen naam. Ik noem hem een kijker. En dan moeten jullie verzinnen wat een leuke naam is voor deze parasaur. En dan geef ik die een nieuwe naam. Laat het achter in de reacties. En dan zullen jullie zien de volgende aflevering. Of in ieder geval een aflevering krijgt die de naam die jullie hebben verzonnen. Of misschien wel je eigen naam, als je dat leuk vindt. Kan ook, hè? Even kijken. Zadel, ja. Moet ik die ook eten geven? Denk het wel. Oeh. Oeh, dat gaat een stuk sneller. Kan die boom maken? Nee. Kan die besjes verzamelen? Ja. Oeh, en zaden. Mm. Maar hij haalt daar geen. Hij haalt wel thatch. Maar dus geen. Fiber. Dat zal ik dus echt zelf moeten doen. Oké, dat is jammer. Maar ik kan wel snel bessen halen. En thatch. Kan ik hem met F daarin? Ja. Nou, die touch die gaat naar mij. Kan ik dat ook gewoon transferen met T? Ja, dat kan ook. En wat bessen. Major berries die wil ik. Oké. Okay. Bedankt, kijker. Fiber zal ik dus echt. Nee, ik wou niet. Nog kopstoot. Zo. Oh, oh, je volgt mij natuurlijk nog. Stop daar maar mee. Oh ja, wacht. Ik ging natuurlijk dood van de honger. Even gauw wat gaan eten. Laat ik maar gewoon door de deur gaan. Oeh, lekker al die steaks. Vier steaks gegeten. Even kijken of ik nu ceilings kan maken. Daar heb ik er dan dus ook 100 van nodig. Als het niet meer is. Craft. Ceilings. In ieder geval 100. Ik kan er nu 75 maken. Laat ik dat maar doen. Wat kom ik dan tekort? Fiber. Ja. Gelijk even fiber verzamelen. Oh, gelukkig gaat dat craften wel sneller hoor. Wat is dat? Waterdodo's. Hmm. Dodo's die ervan dromen om een visje te zijn. Ik dacht al, wat zijn nou die lichtjes allemaal in het water, joh. Zal ik even kijken of ik die ceilings kan plaatsen. Parapapa. Even kijken. 5.
dus op. Ja. Nou, even die muur afmaken. Hoeveel blokken heb ik daarvoor nodig? Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 denk ik. Zoiets. Kan ik er nog 20 maken? Jazeker. 20 en maak maar. En dan moet ik dus nog 25 van die van deze hebben. Nou, die kan ik niet maken. Maar goed, 22 lukt wel. Dan zijn we er bijna. Dat had ik precies goed uitgerekend. Ik hoorde iets van een vogel, dacht ik. Maar het zit misschien ook wel in de muziek. Inventory. Waar zijn de ceilings? Die gaan nu op 5. Zo. Out of placement range. Kompie, ga aan de kant. Oh nee, ik heb foundations gemaakt in plaats van ceilings. Oh, wat stom. Oh, foutje. Er zit weer een kompie te irriteren hier. Die is dood. Wat heb ik nodig? Wat heb ik niet? Nou, thatch heb ik genoeg, dus het zal fiber zijn. Beetje fiber verzamelen nog. Dus, even kijken. Ceilings. Waar zijn ze? Ik zie ze niet meer. Wall. Foundation. Ceiling. Daar dacht ik er nog 25 van nodig te hebben. Crap. Wat zit hier in charcoal? En cooked meat. Light fire. We hebben een beetje zicht hier in huis. Deur dicht. Nou, ziet ons huisje er dus uit. Ik moet eerlijk zeggen, het ziet er best wel goed uit. Ja, tevreden mee. Even kijken, ik had nog leveltjes erbij. Wait, heb ik dat nodig? Tot nu toe nog niet echt. Maar doe er toch 2 puntjes in. Nog wat in damage. En dan nog eentje in health. Dan, engrams. Kan ik natuurlijk nu veel meer leren alweer. Hut, do it yourself. Use this to help build your own beautiful home. Oké. Gebruik dit om je eigen mooie huis te maken. Nou, ik wil al even zien wat het is. Decoration hut. Produce decorations here to make your home lovely and special. Maak decoraties hier om je huis mooi en speciaal te maken. Nou, wil ik ook wel proberen. En dan hebben we een magic carpet, een red dragon skin carpet en een shadow skin carpet. Oké. En een yellow dragon skin carpet. Wat heb je daarvoor nodig? Even kijken, wood ceiling. Oh, dan komen we alweer in de hout. Wood floor, wood steps en een wood wall. En een spear display stand. Oeh. Nifty. En hoe gaan we nu verder? Kun je hierin scrollen? Oh ja, 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 ja. We hebben hier explore. Fight. Wooden spikes en slingshot.
Een boog. Die wil ik wel. Arrows wil ik ook. Leren kleding wil ik ook. Slingshot, wil ik die? Nee. Vooralsnog niet. Produce. Stone axe en stone pick. Ja, die wil ik wel. Traffic. Daar zit nog niks in. Wood door. Wood window. Oh, window is ook leuk. Een fence. Cooking pot. Wat kunnen we dan maken? Bamboo shoot soup. Bread. Rock carrot soup. En truffle soup. Mortar en pestle. We kunnen bone ash, chitin en firestone powder maken. Tailor's bench. Wat is een tailor's bench? You can design and make gorgeous costumes here. Kun je kostumen maken. Hoeft voor mij nu nog niet. Een bed. Zeker wil ik die. Flower pot. Standing torch. Die wil ik ook. Wooden ladder. Wood beast gate. Ja, natuurlijk wil ik die ook. Oh, dan heb je ook nog allerlei dingen van klei. Compost bin. Converts thatch and feces into high quality fertilizer. Een dodo nest. A cozy little nest for your cute dodo. Can protect them and their eggs. Ik ben benieuwd wat dat is. Basic fuel must be used to light the fire. Put various eggs, vegetables, berries and water in it to make kibble. Ben ik ook heel benieuwd naar. Sleepy potion, thorny boar saddle, feeding trough. Een candle, sleepy arrow. Oeh, nu hebben we zat dingen om te doen, mensen. Even kijken. Leather sleeping bag. Ja, ik kan nu al een bed maken natuurlijk. Tenminste, dat zeg ik wel. Maar heb ik genoeg voor een bed? Ja. Oh, die duurt wat langer. In ieder geval die boog. En hoeveel van die... Wow, dat ging snel. A leather boots. En een leren broek. Kijk. Wat is dit? Carrion. You'd better not eat this. It's spoiled. Oh, a spoiled meat dus. Hut, do it yourself. Wat heb ik daarvoor nodig? 25 hout, 12 rocks en 12 dirt. Dat kunnen we wel gaan proberen. Hier in de buurt had ik ook iets van stenen volgens mij. Hier heb ik flint. Ja, rock. Moeten we daar even wat van gaan verzamelen? Dan kan ik ook standing torches maken. Dat zou nu wel handig zijn. Even kijken hoor. Torch. Standing torch. Dat heb ik wel geleerd volgens mij. Ja, hier. Hoeveel kan ik er maken? 8. En dan heb ik wood, flint, thatch. Ja hoor, maak maar allemaal. Nee, dat was niet 8, dat was 6. Hé? Hey. Kan ik er dan wat... in doen, zo? Light fire. En er was licht, hartstikke goed.
even uit. Zo. Da-da-da-da. Oh, ik had mijn deur open laten staan. Kijk, want je ziet dus ook echt, als het regent, alsof er water stroomt over de grond. Ziet er hartstikke goed uit. Wat ging ik ook weer maken? Zo'n do-it-yourself ding. Hut. Dat is decoration. Do-it-yourself. Wood komt nog tekort. Oké, gaan we wood halen. En dan, hoe ziet dat eruit? Zo'n doertje. Oh, wacht. Die wil ik ook. Die wood steps. Eentje maar. Waar is die? Oh, een bed. Heb ik ook nog niet neergezet. Nou, gaan we even eerst doen. Zo. Ja. Ja. Twee van nodig, hè. Om het een beetje netjes te maken. Kijk, kun je gewoon zo inlopen. Dat is wel lekker. Bed. Zo. Ah. Fast travel. Drops items. Nou, dat willen we niet. Maar de vraag is, heb ik nu nog genoeg voor die do-it-yourself ding? Dodo nest. Nee. Even zoeken. Het. DIY. DIY betekent dus do it yourself. Dus het is een doe-het-zelf hutje. Is dat groot? Ah, behoorlijk. Out of placement range. Oké. Okay. Oh, je moet er zelf dichterbij blijven. Oh. Oeh. Goed gedaan, kijker. Nou heb ik per ongeluk dat ding neergezet. Kan ik die nog oppakken? Nee, natuurlijk niet. Ja, ik wil hem hier echt niet. Dan maar weg. En dan heb ik nu, denk ik, niet genoeg om er weer een te maken. Nee hoor. Ik mis weer hout, rock en dirt. Nou. Dan gaan we toch nog maar even. Even snel. Dan nu. Kunnen we hem nu weer maken? Ja. Mooi. Hier. Kan ik zien. Show nearby range. Wat doet dat ding? Fine stone wall, fine stone stairs, fine stone foundation. Okay. Fine marble wall. Oh. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze tweede aflevering. We hebben een do-it-yourself hut gemaakt waarmee je dus stenen structures kan maken. We hebben een startershuisje gemaakt. We gingen een stukje minen. We hebben natuurlijk onze parasaur getemd. Die heet nu Kijker. Maar in de reacties kun je achterlaten of je de leuke naam weet. En wellicht kies ik die uit. En geef ik jouw naam aan onze parasaur.
Mag ook je eigen naam zijn als je dat leuk vindt. Dan doen we dat gewoon. Ja, vond je deze video leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat in de reacties dus achter hoe onze parasauer moet gaan heten. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan even. Het is gratis. En, wat zie ik hier nu? Wacht even hoor. Even onderbreken. Wat is dit? Een ei. Maar wat voor ei? Is dat een dodo-ei? Ja, dat is een dodo-ei. Ga ik die nu oppakken? Nee. Volgende aflevering gaan we die oppakken. Dus weet je een leuke naam voor de parasauer? Laat het achter in de reacties. Dat had ik al gezegd natuurlijk. Je kan me volgen op Twitter, Facebook, Discord, noem maar op. Als je dat leuk vindt, hoeft natuurlijk niet. En bij deze zeg ik weer... Dag allemaal!